Twee reebruine ogen kijken de jager aan. Is dit de eerste ronde? Beelden uit het nieuws van de afgelopen weken met de vraag: waar gaat het over? Voor Raoul en Raymond. Ja, dat is makkelijk. Dat is Rotterdam. Rotterdam. Dat is mijn stad. Je ziet het, ik breng ook meteen het accent bij de juiste beelden. Dat hoor je wel. Rotterdam. Wat is dat? Dan is dat ook Rotterdam? Ja. Dit zijn type... Hang jongeren, hang ouderen, zie ik hier. Typische Rotterdammers. Ja, dat is inderdaad typische Rotterdammers. Ja, dit moet gaan over dat Rotterdam geen kansarmen meer wil toelaten binnen de stadsgrenzen. Dus eigenlijk Rotterdammers niet meer toelaten? Nee. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik hoop dat ze daar nog even mee wachten, want ik moet zo nog naar huis. Maar, dat je dan de enige nog bent in de stad. Ja, dat wordt wel heel rustig vandaag. Ja, daar moet het over gaan. Is het terecht, vind je? Zijn er zoveel kansarmen in de stad? Nou, nee, ik vind het wel meevallen. Ik vind het een dolle boel. Ja, woon je echt in de stad? Je woont niet in een mooie aparte wijk. Je woont echt in de stad, in het centrum. Ja, ik woon net buiten het centrum. Dus, Monaco. Ja, maar de stop ligt rechtsaf en dan een stukje rechtdoor. Mm-hmm. Ja. Maar voor mij wat Raoul bedoelt, kom jij overal in de stad? Ook in die wat kansarmere Ook in de wat diepere spelonken van Rotterdam, om het zo maar te zeggen. Ja, hoor. Ja. Ja, die gasten die je net zag, daar heb ik ook... die ene die liep volgens mij op mijn schoenen. Dus, ja, maar dat is toch mooi? Ja. Zo'n soort sociaal, dan geef jij gewoon... Jij hebt toch genoeg schoenen en dan geef jij je schoenen. Verdeling van de rijkdom. Ja, dat is toch mooi. Ja, inderdaad. Ja, maar even serieus, wat vind je ervan? Kan dat allemaal zomaar? Nee, vind ik niet. Vind ik niet. Je kunt toch niet zomaar zeggen dat iemand niet de stad in mag? Omdat hij dan zogeheten kansarm zou zijn en niet genoeg zou verdienen. Ik moet zeggen, het is wel uitermate druk rond spitsuren in Rotterdam. Maar dat is nog geen reden om dan onder mensen te gaan. Dat is door mensen met auto's. En dat zijn niet de kansen aan, maar toch? Nee, maar ook op straat is het heel druk. Ja. Ja. Loop je echt in file in... Nee, wij lopen gewoon in files. Nee, maar ik vind het idee... We hebben ook van die dingen op de lijnbaan, weet je wel. Dan staat er tot de volgende winkel 5 minuten, weet je wel. Nou, dat is wel goed. Dat vind ik wel innovatief. Nee, ik vind het raar. De kansrijke trekken ook weg. Dat is het toch ook meer? Maar het is toch ook, is het niet ook weer een verkapte truc om een beetje tegen de moslims? Of is dat niet zo? Maar dat is wel een beetje ook eraan de hand. Hè? Vorige week hadden ze dat idee dat ze zeiden, we moeten een minarettenstop. Zeiden ze, ja, laten die moslims nou maar eens eerst in de moskee vrouwen en mannen door elkaar laten zitten. Dat is wel dat gewoon een ding is van het geloof. Je zegt er ook niet van, nou, er mogen geen kerken bij. Laat eerst de paus maar eens een normale broek aan doen. Maar er komen een beetje rare ideeën uit Rotterdam af en toe. Rotterdam heeft een hele gekke activiteit, onder andere stadsetiketten. Waar je van, als je het eerst hoort, denk je, ze een malle appie. Dat we dus elkaar gaan groeten op straat en dergelijke. En het schijnt geweldig te werken in een aantal weken. Wat is dat dan? Afspraken maken ze met elkaar. Dat ze elkaar dus beleefd gaan groeten. En elkaar, de oude dames de straat over, heb ik overdreven. Maar dus gewoon dat je gedraagt... Zoals je dat als fatsoenlijke beurs krijgt, dan maken ze afspraken over. En dat regelen ze onderling. En dat werkt een hele serie. Dan zullen we wel eerst in een aantal talen, denk ik, toch moeten leren groeten. Je kan beleefdheid kan je vrij makkelijk uitoefenen, verschillende talen tegelijk. Hallo. Gewoon zwaaien zo. Rotterdam. Hallo. De gemeenteraad van Rotterdam baarde deze week opzien. Ik groet jou even. Hoi. Ik vind dat een hele goede. Ja. Maar ik vind dat we dat nu al. Goed, hè? De gemeenteraad van Rotterdam baarde deze week opzien door voor te stellen de kansarme migranten zonder baan zich niet meer in de havenstad te laten vestigen. Nieuwkomers moeten bereid zijn om echte Rotterdammers te worden. Lijkt me een raar gezicht, al die Antillianen met het kapsel van Gerard Cox. In Urk zijn ze juist op zoek naar kansarme mensen met een IQ onder de 80. Anders ontstaat er een onoverbrugbare cultuurverschil met de huidige bevolking. Voor beide nog eentje. Bonk de White House. Nou, dat wordt aan alle kanten geprobeerd, hoor. Dit is toch van de OVSE of zoiets? OVSE. Dat is Maastricht. Volkeren zullen overwinnen. Dat is een goed squallen. Ja, dat is echt een goeie. Volkeren zullen overwinnen. Kijk nou eens. Heb je altijd gelijk.
Ja, Piet de Hoop Scheffen. Het is jammer dat hij geen geluid bij zijn. Heb je dat Engels gehoord? Dat is echt mooi. Hè? Ja, dan zeggen ze dat ik geen Engels kan. Het mooie is, hij weet dan een paar woorden. Die doet hij heel mooi. Zegt hij, yeah, it's very interesting. En dan zegt hij ineens even, van even. Hij leert zinnen uit zijn hoofd, maar bepaalde woorden haalt hij dan toch weer in de war. Hij was nu met die Georgische interim. Ja. Buzhanadze? Zo heet ze. Zoiets, hè? Ja. Zoiets, hè? Ja. Ja. En zo zei hij het ook. Ja. En Paul was, maar Paul was echt maar kort, hè? Ja. Die was er, hoe lang? Een uurtje. Een uur, meteen ruzie met Rusland. Vind ik goed, hè? Ja. En dan terugvliegen. Ja, OSVE, wat betekent dat eigenlijk? Sorry, ik ben wel... Ik denk dat O van organisatie is. Maar je weet het gewoon niet. Samenwerking, veiligheid in Europa, zou ik al zeggen. Ja, even precies graag voor de punten. Ik weet wel wat AGOVV betekent, dat is misschien wel nuttig. Wat is Sigaren voetbalvereniging? Nee, AGOVV, dat was vroeger, dat was de Blauwe Knoop in Apeldoorn. Dat was de Apeldoornse Geheelonthouders voetbalvereniging. En die hebben zich herdoopt aan een prijsvraag en alleen gezamenlijk oefenen voert verder. Dat weet ik wel. Maar ik weet bijvoorbeeld, weten jullie wat voetbalclub HBOK, ken je die? Nee. Weet je wat dat betekent? Dat betekent het begon op klompen. Zeg waar, mooi hè? Die speelde al tegen EBOH uit Dordrecht. Elf boeren op hol was dat. Feyenoord gaan ze onderdoken tot TZT. Te zijner tijd. Raymond, sla terug. Ik denk dat hij vanzelf wel omgedoopt wordt als hij zo doorgaat. Hallo. Je kan tegenwoordig om Rotterdam mee, moet je via Utrecht naar Den Bosch. Dat gaat wel. Als je omrijdt, dan hoef je niet door Rotterdam. Zo, mijn navigatiesysteem, niet dat ik wil pochen over mijn navigatiesysteem... Nee, dat maar die stuurde mij gewoon door Duitsland, opeens. Dan schrik je. En waar moest je naartoe? Hij begon ook steeds harder te praten over. Links! Ben maar serieus. Ik was opeens in Duitsland, in het donker. Maar je had Duitsland ingetoetst? Nee, en dan ben je ik had Amsterdam ingetoetst. Vanaf Winterswijk. Hoe? Nou ja, dat is dus niet door Duitsland. Maar ik moest door Duitsland. Nou, je schrik je kapot, man. Had je wel betaald? Hè? Had je betaald? Nou ja, betaald. Ik bedoel, dat ding dat rijdt gewoon mij overal naartoe. Maar is het echt een navigatiesysteem of heb je gewoon illegaal ingehuurd die in jouw dashboard... naar links, naar links. Ja, dat ook, maar die bak pannenkoeken. Maar in principe mijn navigatiesysteem... Maar als het over Europa gaat, wat deed Paul hier dan? Is dat een hele domme vraag? Nee, toch? Nee. Die heeft toch wel betere dingen. Het is niet alleen Europa, volgens mij. Nee, het is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Ja, die hadden nooit eigen ruzie, maar nu hebben ze voor het eerst... omdat ze hebben het over Georgië gehad. En ze hebben natuurlijk over Irak gehad en er waren weer... En Jaap de Hoop Scheffer moest dat voor... Ja, Balkenende ging toen ook Jaap de Hoop Scheffer bedanken. Ja. Maar dat is toch treurig als een man die toch ons land moet vertegenwoordigen. Hij hoeft echt geen Oxford-Engels te spreken, maar... Dit is echt Jan-Jaap van der Wal-achtige toestand. Dat doet mij denken aan Frank de Boer. Heb je Frank de Boer... het was Frank of Ronald was het. Hetzelfde. Heb je die wel eens Engels horen praten? Ik weet nog dat het... Dat was voor het EK hier zo in Nederland. En dan was het op CNN. Ja, dat was een goed stukje tv. Dat ging een beetje in de zin van... Ja, you know, it's very, very obvious. We have a very good chance. And, you know. Dat was echt fantastisch. Dat was echt. Goed, dat is een voetballer. Die mag zo spreken, vind ik. Ja. Maar ik vind een minister-president. Maar jij lijkt wel een beetje op die nieuwe van Buitenlandse Zaken. Vind je niet? Bot. Ben Bot. Bot. Ja. Ja. Daar moeten we ook grapjes over maken nu. Over Ben Bot. Ja. Is dat wat, Ben Bot? Nou, goeie fan. Ja? Ja, is hij goed? Ja, absoluut. Is hij niet te oud? Nee, die vent is gewoon goed. Die man is hartstikke goed. Maar hoe oud is hij? Kan hij goed Engels? Ja, hij spreekt perfect. Talen spreekt hij perfect. Maar het is ook een ontzettend slimme vent. En die heeft een waanzinnige ervaring in dat Brussels. En maar wat doet hij dan in het kabinet? Ja, deze week werd in Maastricht het congres gehouden... voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Met veel protesten en met Paul, maar echt veel werd er niet besloten. Het was bovendien het laatste optreden van Jaap de Hoop Scheffer als minister van Buitenlandse Zaken. Na afloop van de OVSE was er een groot feest om het afscheid van Jaap de Hoop Scheffer te vieren. De minister wist hier niks van en dat wilde iedereen graag zo houden. Leuke man, maar hij was wel erg lang aan het woord voor een ober. Al dus Colin Powell over Jaap de Hoop Scheffer. De stand na de eerste ronde, die zal het toch ineens niet meer weten. Dan is het gelukkig weer 4-4.
De tussenronde is net als al die kookshows op televisie. We laten nu iets zien en dan is het straks ineens af. Beide teams krijgen een foto en er moet een onderschrift bij. En straks krijgen wij te horen wat dat is geworden. Voor Jan, Jaap en Pieter. En voor Raoul en Raymond. Zo. Daar is hij dan. Ja. Als een chronisch zieke met een koopkrachtdaling van meer dan 8% slepen we onszelf de tweede ronde in. Opmerkelijke koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond daaronder? Voor Jan, Jaap en Pieter. Wachten is op aansprekende leider. Dit gaat over de dierenactivist. Vertel. En de dierenactivisten die zijn op zoek naar een aansprekende leider. Want die zitten toch nog altijd een beetje in het verdomhoekje. Sint Volkert. Sinds Volkert. Die heeft dat groepje toch in een kwaad daglicht gesteld. Ja. En, maar ze staan nog steeds voor een goede zaak, namelijk voor de dieren. En die moeten allemaal... Ja. Wat moeten die? Die moeten beschermd worden. Precies. En nou hebben we dus daar Georgina voor. En dan moesten we toch Georgina Verbaan. Ja. En dan heeft dus Jort Kelder, die is daar de aansprekende leider bij Georgina Verbaan. Dat is een soort buikspreker, denk ik. Dus hij de stem en die zij spreekt de rest. Door haar heen, zeg maar. Ja. Zij met een hand in de reet. Stond dat erin? Hè? Stond dat erin? Nee, maar dat is de buikspreker gedachte die ik heb. Ja, ja. Maar... En als zij nou een aansprekende leider zouden krijgen... Dan zouden ze dus allemaal begrijpen dat je met die dieren toch wel wat beters moest doen dan nu. En daar zit wel wat in. Ja, want ze hebben natuurlijk die Partij voor de Dieren. Met die iets wat labiele mevrouw. En zo, dus het wordt allemaal niet echt heel erg serieus genomen. Terwijl de dieren is een groep die je serieus moet nemen. En er zit iets heel curieus in. Dat is wel weer echt gek. Jort Kelder is dan aan gaan trekken, maar ook een serie andere paupliteuren. Aan de rechterkant, dus we praten over een verrechtsing van de dierenbescherming. Je had altijd de hele tijd dat milieu was links. Dat hoorde links te zijn. Dat was milieu tegenover economie en zo. Dat was links en rechts. Dat is eigenlijk voorbij. Nou is het gekke dat in de dierenbescherming er sprake is van een verrechtsing. Eigen dieren eerst. Dat soort termen. Dat soort termen, precies. Inderdaad. Spreiding van de dieren. Ja. En of je daar gelukkig mee moet zijn, dat is een beetje onduidelijk. Maar dat die dierenbescherming, als die over een breder draagvlak kan beschikken dan alleen links, dat lijkt mij een zuivere winnende zaak. En zij zeggen, nou, er moet dus een aansprekende leider komen en dan kan het volk zich daarachter verenigen. Dat staat er. Ja. Ja, het is helemaal goed. Helemaal goed. Maar ik heb deze week een mystieke ervaring gehad. Oh. Ik was namelijk in Emmen. En het was een druilerige 10:30 ochtend. In Emmen? In Emmen. En ik sliep in een hotel en dat was tegenover dierenkwart. Dus ik denk, ik ga naar de dierentuin. Ja. Dat is echt heel raar, hè? Dat is mooi. Dan kwam je dus om 10:30 ochtends in de dierentuin. Op een grijze dinsdag. Niemand in die dierentuin. Ja. En dan zie je dus dat die dieren, die keken me ook echt aan van ja... Wat doe jij hier? Ik bedoel, we gaan echt niet ons best doen of zo. Nee, maar ja, ik bedoel, laten we elkaar niet voor de gek houden. Ik kan nu wel mijn slurf omhoog gaan steken, maar er is niemand, weet je. Maar hadden ze wel hun spullen gewoon aan? Ze hadden wel een slurf Nee, aan. Ook niet. Ik zag een gazelle die gewoon half met zijn dingetje zo... Ja, gewoon precies. Nep. Dat je denkt, ja, kom maar op, weet je wel. Ben jij wel eens in Emmen geweest? Nee, ik ben nog nooit in Emmen geweest. Nou, wij hebben Blijdorp in Rotterdam. Ja. Oh, gelukkig, ja, Rotterdam. Ook, maar ja, daar mag je natuurlijk alleen in als je... Kansarme dieren. IJsberen met kale plekken en zo. Heb je dat. Maar ze groeten elkaar wel, hè. Ja, hallo! Maar ga je dan vaak heen naar de dierentuin? Nou, ik denk dat ik eens per jaar kom. Maar wat doe jij nou als jij... Waar ga je dan heen? Als je naar zo'n stad gaat, dan ga je toch ook naar dierentuin? Je lijkt me niet een museumman. Nee. Nee, maar wat doe je dan? Ja, ik doe dan eigenlijk heel erg weinig. Ja, maar ik train een beetje en voor de rest lig ik eigenlijk alleen maar op mijn nest. Echt waar? Ja. Maar lees je dan of ga je tv kijken? Of, ja, een beetje lezen. Maar lees je boeken of zo? Nou ja, eigenlijk alleen stripboeken. Ja? Welke? Ja. Suske en Wiske in de Love Game. Luf. Kuifje en het geheim van de ees. De hele dag spaghetti en zo? Spaghetti, ja, spaghetti. Joh, de hele dag spaghetti. Je moet ook speciaal... Heb je een dieet speciaal en zo? Ja. Absoluut. Met koolhydraten? Koolhydraten, gewoon niet snoepen. Alleen maar fruit, alleen maar groenten. Heel gezond. Heb je ook een modellenvriendin? Ja, absoluut. Ja, die leest precies hetzelfde als ik. Ligt ook de hele dag op de nest. Ja. Ja. Leest ook alleen stripboeken. Ja. Dierenbescherming mist volgens kenners een aansprekende leider. De vissenbescherming, het comité anti-stierenvechten... en meer van dergelijke groepen vecht nu ieder voor zich. Jort Kelder wordt inmiddels genoemd als potentiële voorman... van wat door sommigen al groen rechts wordt genoemd. Jort Kelder heeft inmiddels al een eekhoorn geadopteerd.
Dia. Als ik soms zie wat er allemaal met dieren gebeurt. Hamsters worden doodgetrapt, kanaries de nek omgedraaid, katten aan hun staart opgehangen. In de dierentuin worden beesten mishandeld tot je er misselijk van wordt. Nee, als ik dat zie, dan zeg ik wel eens tegen mezelf: Harm Edens, kap daar nou eens mee. Ik heb mijn hond afgericht om elke dag de krant te halen en dat lukt hem iedere keer weer. Heel knap, vooral omdat ik geen abonnement heb. Voor Raoul en Raymond. Retourtje retro. Ja, het klinkt, het is iets voor jou. Het klinkt Rotterdams, hè? Retourtje retro? Retourtje. Ja, retourtje retro. Maar ja, dan zou ik toch echt zeggen, dan is het volgens mij een spelfout. Het moet dan toch echt een retourtje metro zijn. Ja, misschien zijn. Iemand die slecht ingeburgerd is. Ja. Zegt, hij, maak een retourtje retro. Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, ik denk wel inderdaad dat we het toch wel in die hoek moeten zoeken. Denk ik, een retourtje retro. Ja. Retourtje. Is nou terug. Ja, terug. Retro. Is terug. Terug. Is terug, terug. Ja. Heen. Ja. Het wordt weer een beetje in om allemaal retro dingen. Kijk, jij bent ook uitgenodigd. Jij bent ook retro. Jij bent echt absoluut. Jij bent uit de jaren 80. Alles van voordat hij 10 was, is retro. Ja, daarom. Nou, en dat was jouw... absoluut. Ja, maar hoe kun je zeggen, retourtje is weer... Dat is zo raar eraan. Waarom je gaat is terug. Het een retourtje retro? En, terug naar... Oh, je bent terug. Al terug als je een retourtje hebt. En je gaat heen naar retro en weer terug naar retro. Dat is zo raar hieraan. Oh, daar heb je dus retro dingetjes, maar in een modern jasje. Dus Vita Wilsemius in een hip vestje. Dat is het dan. Dat is retourtje retro. Bush, die is nou weer, ze zijn wanhopig op zoek nu naar iets omdat hij herverkozen wordt. Dat ja. Ze zijn nu in de geschiedenis aan het kijken wat ze kunnen doen op publiciteitsgebied wat het hele volk weer één maakt. En ze hebben bijvoorbeeld, er is een plan om weer naar de maan te gaan. Want toen Kennedy zei, we gaan naar de maan, ik zet een mannetje op de maan, toen was het hele volk van, oh, we gaan met z'n allen naar de maan. Dus misschien gaan ze nu weer naar de maan. Het is ook retro. Ja, maar het gaat dus niet over mijn vest dan. Het gaat over de oude Bush. Nou, dan hebben ze een vlag met jouw vest eraan. Nee, retro is hip. Het artikel ging over de huidige opleving van nostalgie. Pipo de Clown en Pietje Bel in de bios. UB40 in Ahoy. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen in het theater? Zeg je dat iets? Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Dat is meer van jouw tijd, denk ik, hè? Nee, joh. Is van mijn tijd. In mijn tijd wist ze al lang waar Hamelen was. Jij hebt toch een navigator? Ja. Het lijkt op dat we door de verharding van de maatschappij warmte en bescherming zoeken in een verloren gegaan tijdperk. Oh, ja. Daar ging het over. De hang naar nostalgie wordt wel uitgelegd als een vlucht uit de kille en harde maatschappij van nu naar het warme en gezellige van vroeger. Toen mensen nog dingen met elkaar deden. Zoals ganzenborden, halma en incest. Mijn buurman is retrofiel. Dat wil zeggen dat hij de onweerstaanbare drang voelt om seks te hebben met Journey Kaagman. Retro lijkt leuk, maar het is toch altijd erger dan je denkt. Kijkt u naar deze clip uit het begintijd van Dit Was Het Nieuws. Deze week had Drees een afspraak met Jozef Luns. Het zal wel een Luns-afspraak zijn geweest. Trouwens, zijn vrouw geeft Jozef iedere dag een lunchpakket mee. Nee, geen lunchpakket, beste kijker, maar een lunchpakket. Voor beide nog eentje. Hello watch, hello bag, hello cheap. Nou ja, volgens mij geef je al een beetje een hint. Moeten we het een beetje in de hoek zoeken van, ja, zo van Thailand, weet je wel. Die mensjes die dan zo horloges en tassen van die nepartikelen aan het verkopen zijn. En dan krijg je inderdaad van dat, oh, hello watch, oh, hello bag, oh, hello cheap. Alleen zijn ze één stukje, zijn ze dan vergeten. Dan krijg je meestal nog erachteraan, oh, hello massage, weet je wel. Oh, ja. Ik ben er geweest. Ja, in Thailand, hè? Of zou die cheap chip zijn? Dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. Dat zou echt chip met bedoelen. Dat heel modern is. Je hebt steeds kunnen praten.
Mijn dochter heeft van Sinterklaas een poesgat die met een batterij erin. Hallo? Ja. Die kan je, en als je die aait, dan gaat hij geluid maken. Nee. Dus het is niet dat alles gaat praten. Alles kan praten tegenwoordig. Ja, hallo zeg, we gaan toch niet... Jezus, Mina. Was het een blijfpoes of een logeerpoes? Ah, mensen. Stoeipoes? Gewoon een poes. Kan die ook met jou? Ja, dat is de functie van een poes, hè? Ja, die met jou zegt. Ja. Nee, dit gaat over die Chinezen die dan al die spullen namaken. Ja. Want er wordt nogal wat nagemaakt. En ze doen het zo erg goed dat, ja, dat je ook het oog bijna het verschil niet ziet. Als jij in zo'n ver land bent, koop je dan die cadeaus voor iedereen? Ja, maar moet ik dan een horloge kopen? Wat, nee, gewoon een cadeautje. Wat bij aankomst al uit elkaar pleurt, zoals we dat in Rotterdam zeggen. Nee, maar koop je wat cadeautjes? Heb je dan altijd een lijstje bij van, nou, koop wat cadeautjes voor iedereen of doe je dat niet? Nou ja, luister, ik ben 35 weken per jaar ben ik weg. Als ik bij iedere trip dat ik terugkom cadeautjes voor iedereen mee moet gaan nemen... Nou, ik doe het eigenlijk hetzelfde als Sinterklaas, één keer per jaar. Maar dat doe je dan wel? Maar dan doe ik het, nou, dan pak ik ook wel uit, hoor. Kom je echt met stripboeken die je uit hebt? Ja. Een biertje eromheen, weet je wel. En, ja. Hello watch, hello bag, hello cheap. Helemaal goed, Jan-Jaap. China is de grootste producent van namaakmerkartikelen. Het internationale bedrijfsleven loopt hierdoor jaarlijks zo'n 25 miljard dollar mis. Dat is veel. De namaak is vaak van hoge kwaliteit. Zelf kocht ik vorig jaar in Peking nog een nauwelijks van echte onderscheiden Rolex. Niet zo gek dat er in China zoveel imitatie Nike wordt gemaakt. Het is ook hartstikke makkelijk. Het enige dat je nodig hebt is een schuur, een zweep en 16 huilende kinderen. Dat is absolute onzin, al dus een woordvoerder van Nike. Wij zijn heel efficiënt. Wij zouden nooit 16 kinderen in een schuur zetten als er 32 in passen. De punten na twee ronden. We houden onze adem in. Ik alleen niet. 6 tegen 6. De derde ronde. 4 foto's op rij. 1 hoort er niet bij. Oftewel, wie is de burgemeester tussen de voetballullen? Voor Jan-Jaap en Pieter. 4 mannen die nooit met volle mond praten. Jeffrey Dahmer. Armin M. Jean Bedel Bokassa. En dan wat Papoea's. Die rechtsboven, die weet ik. Want die heeft namelijk samen met iemand de penis van die iemand opgegeten. Nee, echt? Ja. Eerst, ja. Alvorens die hem afmaakte. Ja. En die iemand, die had al vanaf zijn jeugd het verlangen om geslacht en opgegeten te worden. Dus je denkt, oh mijn god, weet je wel, zeg het dan gewoon. Nee, maar ja. En hij heeft daarin voorzien. Dus er is een of andere chatbox op het internet, waar die elkaar gevonden hebben. Man zoekt andere man met bijl om opgegeten te worden. Ja. Is dit echt waar? Ja. En die twee onderste zijn ook menseneters. Ja. Dus het zal die bovenste, die linksboven wel zijn die afvalt. Nee, dat is ook een menseneter. Is dat ook een menseneter? Nou, dan valt die rechter eraf. Ja, die rechter die valt af, ja. Omdat die rechter heeft gegeten op verzoek van zijn slachtoffer. Ja, dus dat moet de reden zijn. Wie welke reden? Oh. Die is nog zieker. Je hebt een vriend, godverdomme, eet mijn pik op. Zo moeten die gesprekken gegaan zijn, dat kan niet anders. Is niet, je zegt het wel heel verleidelijk. Het werd gepaneerd, hè? Ja, ik neem het voorstel in overweging. Ja. Ja, kun je er iets bij voorstellen? Ik bedoel, we praten er nu al een week over in Nederland. Maar... In mijn jeugd moet ik heel eerlijk... Dat is wel heel gênant. Nou, ik heb net, kijk, ieder jongetje, gadverdamme. Ik zeg het hem ook ieder jongetje, dat weet iedereen. Daar gaan we niet lullig over doen. Maar ieder jongetje probeert in zijn jeugd, in zijn puberteit, als hij heel geil is... probeert hij zijn benen zodanig in zijn nek te leggen... dat je eventueel jezelf zou kunnen aanraken met je tong. Maar dit is wel heel erg gelukt dan. Jezus, man, dan doe je toch gewoon je hoofd even zo? Ik begrijp niet wat jullie denken. Maar Papoea's eten die mensen? Ja. Oké. Okay. Ja. Papoea's eten mensen en ze slaan ook trommeltjes. Nou schijnt cannibalisme in Duitsland niet eens strafbaar te zijn, hè?
staat niet in de wet. Nee, maar dit is ook zo bizar. Hier ga je geen wet voor verzinnen natuurlijk. Nee. Nee, dan moet je voor elke uitzondering moet je iets bedenken. Dat is toch raar. Ja, in die categorie dat doen maar ze. Maar hij ziet niet. Echt uit alsof hij lekker gegeten heeft, die Duitser ook. Maar is hij veroordeeld? Wat is er gebeurd? Is het proces is nu begonnen. Maar is toch op verzoek van die andere man? Ja. Ja. En dat is ook vastgelegd dat die ander dat verzocht heeft. Ja. Nou, het is geen moord, maar doodslag. Bedoel nee, het is helemaal vastgelegd. Ja, keurig video's erbij en weet ik wat. Leuke opname. Ja. Ja. Het is niet eens gelukt met die lul, hè. Het werd te hard of zo, met een soort stuiterbal. En dat hebben ze niet eens op kunnen eten. Dus, ja, dat nou, weet ik dan weer. Gadverdamme, zeg. We praten met de minister, zeg. Doe toch nou ja. Ons, als ik een lul zou moeten eten, zou ik nooit een Joodse lul willen eten. Want dat velletje is altijd zo lekker. Nee, ik weet niet meer precies wie het zei. Het zijn allemaal kannibalen. Alleen de Duitser Armin M. had als enige iemand op die zich vrijwillig daarvoor aanbood. Eerst had hij samen met dit slachtoffer diens penis op. En daarna stak hij hem dood en peuzelde de rest op. Ja. Dus als mannen onder elkaar iemands penis opeet, is het dan een compliment als je zegt... Ik zit vol. Doodsteken was het probleem niet, al dus Armin M. Maar probeer maar eens een volwassen man in een frituurpan te krijgen. Voor Raoul en Raymond. Vier landen die kleiner zijn dan Canada. Nederland. Tsjechië. Letland. En Duitsland. Ja, dus dit is gewoon echt oud nieuws. Als jullie zo lui zijn dat jullie nu oud nieuws gaan doen... Ja. Dan denk ik dat er wat penissen opgepeuzeld moeten worden. Dit was oud nieuws. Ja, hè? Dit was oud nieuws, ja. Ik weet hoe je van Duitsland naar Nederland kan komen. Ja. Nee, van Nederland naar Duitsland was je gestuurd, toch? Kijk, Duitsland was vroeger Oost en West. Ja. Tsjechië ja. was vroeger Tsjechoslowakije. Maar hij heeft ook Oost en West. Ja. Ja. Maar ga door. Letland was vroeger bij Rusland. Ja. En Nederland bij België. Bij België. Ja. Ja. Dus, dan hoort Duitsland er niet bij. Ja. Want Duitsland is nu samen. Ik denk het ook, Duitsland. Dat was, bij voetbal hebben ze altijd die klassieke zin... dat voetbal is een eenvoudig spel... en aan het eind winnen de Duitsers. Ja? Ja. Wie heeft dat gezegd? Een Engelsman. Want jij hebt toch een boek over Johan Cruijff? Met Johan nou, ik ben een boek met Johan Cruijff. Of over Johan Cruijff aan het schrijven. Ja, ja. Ben jij een boek over Cruijff aan het schrijven? Ja, Cruijff, over Cruijff en leiderschap. Met de titel... je gaat het pas zien als je doorhebt. Ja. Ja, dat is Cruijffiaans. Ik kijk uit, hè? Ja. En waarom doe je dat? Nou, omdat het ontzettend leuk is. Cruijff is een van de... Eigenlijk bijna de enige... mensen die je kent die 30 jaar lang aan de top heeft gestaan met allerlei dingen. En dat is dus echt een geboren leider. En als je dus kijkt, hij praat over voetbal en ik vertaal het. Dus hij is een soort orakel en ik ben een soort priester die het uitlegt wat hij zegt. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke leuk. En hij heeft een fantastische uitdrukking. Ik bedoel, de eenvoudige vraag van, zegt de journalist tegen me... wat zou je doen als je voorzitter werd van Barcelona? Zegt hij, naar me luisteren. Ja. Komt hij aan het eind van een interview, het slot van het boek... want dat was een prachtig citaat, aan het eind van een interview... een journalist die totaal verbouwereerd is wat er hier allemaal gebeurt. En dan zegt hij tegen die journalist... als ik gewild had dat je het zou begrijpen, had ik het wel beter uitgelegd. Dat bedenk je niet, hè? Staan er wel plaatjes in? Voorop. 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 Voor jou maken we een partner. Ja, over tennis wordt nooit zo ontzettend geluld. Nee, maar ja... Maar is er ook zoveel over te zeggen als over voetbal? Want het is echt een tijdje, hè? Jullie zijn echt... Maar wij zijn ook veel braver natuurlijk dan al die voetballers. Ja. Wij gaan niet stappen en zo en dat soort dingen, weet je wel. Geen vrouwen op hotelkamers en zo, dat soort dingen. Nee, geen vrouwen op hotelkamers? Nee, ja, hooguit je eigen vrouw of je eigen vriendin. Ja, ja. Dat doe jij goed, hoor. Hè. En dat wisselt dan wel onderling, weet je wel. Nederland, Tsjechië en Letland. Die hebben zich in de geschiedenis losgemaakt uit de grote Unie. Duitsland daarentegen is het resultaat van een conglomeraat van vorstendommen... dat zich verenigde onder keizer Wilhelm I. Precies wat hij zei, hè? Pieter? Nou, een beetje anders. En uiteraard is het ook de poel des doods op het aanstaande EK-voetbal in Portugal. Wij worden Europees kampioen of mijn naam is geen advocaat. Aldus Willem van Hanegem.
We hebben zeker geen te oude selectie, aldus Frank de Boer. En ik denk dat we een goede kans maken om het EK te winnen. Ik voel het aan mijn jicht. De eindstand van vandaag. Het team van Jan-Jaap mag met z'n tweeën op vakantie. En het team van Raoul mag met z'n tweeën op een cel. 10-7. Met dank aan de gasten. Naast Raoul, Raymond Sluiter. En naast Jan-Jaap, Pieter Winsemius. Zoals John de Mol zei tegen Bart in het hout van SBS6... nadat hij alle programma's van de buis had gehaald... gelukkig hebben we de foto's nog. De foto van het team van Raoul. Ja, wat is die burgemeester deed man met die man met zijn penis uit zijn broek? Dat is zijn hand op. Dit is toch een foto die eigenlijk helemaal geen onderschrift nodig heeft? Nee, je moet je uren naar kijken. Zoals burgemeester Deetman na afloop van ADO Volendam zei... gelukkig hebben we de foto's nog. Of lul ADO supporter eist publiciteitsverbod... van foto met burgemeester Deetman. Of Ed de Groei en voorzitter van zijn fanclub op foto met burgemeester Deetman. Of ja, ze staan ook zo, hè? Dat Deetman zegt, nou, dat is niks. Ik heb er een keer zo ingevangen. Of restyling Haagse hopjes nu eindelijk af. En de foto van het team van Jan-Jaap. Demente prinses Juliana viert alvast oud en nieuw met haar favoriete kleinzoon. Oh, nee, volgens mij is het Friso met de hoofd van de voorlichtingsafdeling. Of weer nieuwe liefde Mabel Wisse-Smit ontdekt. Maar ik... Charlie de Chinees. Ja, maar ik doe gelukkig niet mee aan deze ronde. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit was het nieuws van deze week. Maar niet voordat we hebben gekeken naar... Willem-Alexander maakt hoogstpersoonlijk babykamer op orde. Automonteur uit Alkmaar raakt BOVAG-vergunning kwijt. Voorrondes nieuwe idols verbeterd naar scherpere toelatingscriteria. Stoute kinderen weer welkom in Anne Frank plantsoen. Vrouw onthult verblijfplaats Bin Laden. Ja. Dit was het nieuws. Goedenavond.